hele goede middag. En ik had net een filmpje gemaakt. Ik had hem geüpload. En wat gebeurde? Hij was in slow motion. Dus terug naar de video en maar weer opnieuw beginnen. Ik krijg de laatste tijd van verschillende Nederlandse kunstenaars krijg ik de vraag het verschil tussen de mediums. En het verschil is eigenlijk heel makkelijk. Het verschil zit hem in de verf die je gebruikt. Je hebt of de hele erge deze, de vloeibare. Dit is echt vloeibaar acryl. Vallejo heeft vloeibaar acryl. En wat heel bekend is, is natuurlijk de Golden. Golden heeft ook vloeibaar acryl. Alleen de prijsverschil is redelijk groot. Dus deze is veel goedkoper, maar toch net zo gepigmenteerd als Golden. En voor mij, ik denk daar gewoon van ja, dat scheelt gewoon te veel geld. Ik gebruik liever deze. En het doet het goed. De kleurintensiteit is goed, dus prima. Of je gaat deze gebruiken. Dat is de dikkere verf. En het hoeft niet Winsor & Newton te zijn. Het kan ook zijn de Van Royal Talents, de Amsterdam acryl. Je kunt met de Tubus acryl aan de gang. Ik weet dat mensen de Blijswijk van de Action gebruiken. Maar dat is allemaal dit type verf. Dus je hebt of de vloeibare, of je hebt de dikkere verf. En natuurlijk, het is allemaal acryl. Nou, wat ik dus doe. En deze is het makkelijkst. Dus als je net begint en je wil meteen graag van die mooie cellen produceren, is het eigenlijk heel makkelijk. Je pakt je beker. Je doet verf in de beker, zoveel als je denkt nodig te hebben. Dan pak je je Floetrol. En echt deze moet je echt hebben. Er zijn goedkopere soorten op de markt, maar die zijn gewoon wat dunner. En omdat de vloeibare acryl sowieso al heel erg dun is, heb je gewoon een iets dikkere Floetrol nodig. Dus deze gebruik ik altijd. Je doet verf in je beker. En dan doe je 3 tot 4 keer zoveel Floetrol in je beker als verf. Als je dat hebt gedaan, dan pak je je roerstokje. Dan roer je het hele spul lekker goed door elkaar, dat het lekker glad is. En als je dan zo je stokje erdoor doet en je houdt hem omhoog, zul je ook zien dat je precies de goede dikte hebt. Als je alle kleuren hebt gemaakt, dan rest er alleen maar één ding en dat is je siliconen toevoegen. En wat ik gebruik op dit moment is pure dimethicone. En dimethicone is eigenlijk een goedje wat ook in body lotion zit. Het zit in de shampoo, het zit in antiflooienmiddel van honden. Het zit in frituurvet om het schuimen tegen te gaan. Dus het is eigenlijk een soort lichaams-eigen goedje. Ik heb hem hier in een klein spuitflesje. En je kunt ook zien dat hij redelijk dik is. Ik weet niet of je het is wel redelijk goed te zien. Hij is redelijk dik. En op dit moment is dit mijn keus in siliconen. Het is allemaal siliconen, alleen deze heet dan Dimethicone. En wat het doet, is zorg dus voor die cellen. Want als je dat door al je kleuren doet en je gooit al jouw verf in een beker, je zet je canvas erbovenop, je draait het om, je haalt de beker eraf, dan zitten al die siliconen zitten in alle lagen van je verf. En die siliconen, omdat dat gewoon water afstoot, die willen allemaal naar de bovenkant, naar de oppervlakte. Dus terwijl ze naar de oppervlakte komen, trekken ze andere kleuren met zich mee. En dat veroorzaakt dus de cellen. Als je dus met deze aan de gang bent, zul je ook zien dat je maar bijna deze niet nodig hebt. Dit is een brandertje, die koop je bij Blokken, €8,95. Hier kun je hem vullen. Een vulling kost €1. En het is gewoon aansteken gas wat erin gaat. Maar je zult zien als je met deze giet, heb je deze amper nodig. Omdat als je zo gauw als je de beker eraf haalt, zie je al dat de cellen komen. Dus vandaar dat het zo makkelijk is. Als je niet veel tijd hebt om alles voor te bereiden, om al je verf te mengen, om alles heel goed door te mixen, zou ik kiezen voor dit soort verf om te gieten. Dus heel erg lekker makkelijk. Nou heb je natuurlijk dit soort verf. En dit soort verf, je hebt 30 verschillende soorten merken.
Winsor & Newton, wat ik al zei, Amsterdam Acrylic, ja, ik weet niet eens alle namen, maar je gewoon heel veel soorten. En natuurlijk ook van de Action, de Blijswijk Acryl. Wat je nodig hebt, is dat je het dunner maakt. En dat kun je natuurlijk doen met water, wat heel veel mensen doen. Die denken, ach, ik gooi er gewoon wat water in, een beetje siliconen en dan komt het wel. Soms lukt het, ligt aan het merk, soms wil dat niet, omdat je de elasticiteit van je verf verliest. En daarom gebruiken we alle soorten mediums om die binden van de verf goed te houden. Dus als we deze verf gaan gebruiken, dan gebruiken we ook mediums. En de belangrijkste medium is een pouring medium. Dit is een samenstelling van acrylbinders en het zorgt ervoor, het is lekker dun. Als je de pouring medium van Liquitex hebt, is veel dikker, dus dan moet je nog veel water toevoegen. Daarom kies ik voor deze, die is echt heel fijn. Lekker dun, vloeibaar. Dus wat doe je? Je pakt je verf, je pakt je beker, gooit verf in de beker. Dan pak je de pouring medium. Pouring medium doe je 30%, ongeveer 30% pouring medium bij in je verf. Dan pak je de gloss medium. Je gaat tot 20% gloss medium erbij in doen. En dan ga je roeren. En dan roer je tot je een lekker gladde papje hebt. Er mag geen klont in zitten. Het moet helemaal glad zijn. En dan doe ik er 1 eetlepel Floetrol bij in. En Floetrol zorgt ervoor dat je cellen wat mooier de vormen. Wat ik heel erg mooi vind is, en dat zie je bijvoorbeeld hier, je ziet dus die omlijning van die cellen. En niet overal, maar je ziet heel veel van die omlijningen van die cellen. En dat is wat ik persoonlijk een heel mooi gezicht vind. Dat je dus een soort aura om je cel hebt. Dat is het. Dat is voor mij de cel. Dus, en dat, door mijn ervaring weet ik dat het gebeurt omdat je een ietsjes Floetrol erbij in doet. En het zorgt voor een betere vloeiing van je verf. En daardoor ontstaan dus mooiere cellen. Wat ik er dan af en toe bij in doe is polymer medium. En polymer medium omdat het heel veel binders bevat. En omdat we toch water moeten toevoegen om aan de goede dikte te komen. Hebben we ook een beetje binders nodig. Dus ja, het kost bijna niks. Half liter is 8 euro in mijn shop. 8,25 euro. En ik kan er ongeveer nou 30, 40 schilderijen mee doen. Dus het kost bijna niks. En waarom zou je het niet doen? Want het komt alleen maar je verf ten goede. Nou, als je dit allemaal bij elkaar in hebt gedaan. Je hebt het allemaal geroerd. Je hebt je Floetrol erin. Een beetje van je polymer medium. Dan is je verf eigenlijk, alle ingrediënten zitten erin. Dan rest je nog maar één ding en dat is zorgen voor de goede dikte. En geloof mij, als je geen cellen krijgt, heeft het alles te maken met de dikte van je verf. Want het kan namelijk niet anders. Bedenk dat hoe dunner de verf is, hoe sneller je siliconen op de oppervlakte zit. Echt, hoe dunner de verf, hoe sneller de siliconen naar boven komen. En hoe dikker de verf, hoe langer dat die siliconen in je verf zitten. En dan heb je natuurlijk die branden nodig om het iets op te warmen, zodat de siliconen naar de oppervlakte kunnen komen. Als je één keer een goede dikte hebt gemaakt, en daarom ga ik ook binnenkort workshops geven, maar als je een goede dikte hebt gemaakt, als je dat één keer hebt gezien, je vergeet het nooit weer. Dan weet je ook precies, oké, ik zit nu op de goede dikte, stop met water. Als je precies de goede dikte hebt, dan zet ik altijd mijn verf hier neer. Bij dit gebied waar ik video. En dan voeg ik mijn siliconen toe. En hier kun je ook zien, dit is siliconen van, dit is, heet Dimethicone. En het is hetzelfde wat in frituurvet zit, wat ik net al zei, lichaams-eigen. Dus geen enkel probleem. Ik voeg het toe aan alle kleuren. Ik roer nog soms veel, soms weinig. Hoe meer dat je roert nadat de siliconen erin zitten, hoe meer dat je roert, hoe kleiner dat het siliconen wordt verdeeld. Dus dan krijg je ook hele kleine cellen. Dus als je wat grotere cellen wil, iets minder roeren. En het ligt ook aan de manier waarop je het giet.
Dat zal ik zo even uitleggen. Nou, dat is eigenlijk het verschil. Dus wat je doet, het is of één of de twee. Deze of die. Eén van de twee. En dan bij deze is het Floetrol. En bij de dikke de verf is het de mediums. Nou, mensen willen heel graag grote cellen. En grote cellen die bereik je alleen maar door het kantelen van je canvas. Wat je dan doet is, je hebt al je verf in je beker. Je doet je canvas erbovenop, je draait geheel om, je laat de beker los. Wat je voor op moet letten is, als mijn hand de canvas is en dit is je beker, je hebt hem erop. Ga niet je beker zo omhoog houden boven je werk. Want wat gebeurt? Al die druppels wat aan de zijkant aan je beker hangen, die druppelen allemaal binnen in je schilderij. En ja, soms is het leuk, maar meestal maakt het juist een hele rommel van je gietsel. Dus wat ik altijd zeg, van als je hier, dit de canvas is, dit is je beker vol met verf, keep hem gewoon achterover en trek hem weg. Zo voorkom je dat al die druppels in je mooie gietsel komen. Nou, als je dus grotere cellen wil, is het een kwestie van, ik doe nog een keer, dit is de canvas, dit is mijn beker vol met verf, ik trek mijn beker zo eraf, ik laat ongeveer 10 seconden dit verf uit zichzelf zo wegvloeien op de canvas. Dan pak ik meteen mijn branden. Zonder dat de hele canvas vol is, pak ik meteen de branden. En ik zorg dat ik het helemaal de cellen omhoog laat komen. En dan pas begin ik met mijn canvas te kantelen. Dus wat gebeurt er? Die cellen die ik al heb bereikt met mijn branden, die worden dan een beetje uit elkaar getrokken en die worden groter. En dat is de hele kunst van de grootte de cellen. Het is niet de verf of wat je erin doet. Het is de manier waarop je de verf loslaat. Het moment van branden. En dan op een hele gecontroleerde manier moet je je canvas draaien. Zodat de cellen ook rond blijven. Als je sommige van mijn video's hebt gezien, zul je ook hebben gezien dat ik soms het canvas één kant optilt. En dan krijg je van die hele langwerpige cellen. En als je dat mooi vindt, natuurlijk kun je dat doen. Maar de meeste mensen willen graag hele grote ronde cellen. En dat bereik je door eerst branden en dan pas het bewegen van je canvas. Zodat ze groter worden. Ze verspreiden zich als ware. Nou, dat is de kunst van grote cellen. Goed, ik wil iedereen graag bedanken en ik hoop dat deze video het ietsjes duidelijker heeft gemaakt van hoe je dit uit elkaar moet houden. De vloeibare acryl of de gewone acryl, wat je erbij gebruikt als medium en waarom. En ik hoop dat jullie super mooie dingen gaan maken en ik zie jullie allemaal in de volgende video. Dankjewel, doei doei!